deze nieuwe video. Ik zie er een beetje anders uit, want ik heb mijn haar gestyled. Mijn zus ging gisteren trouwen, dus ik vond het wel mooi om stijl haar te hebben. Maar daar gaat het natuurlijk niet over vandaag. Dit is weer een video in samenwerking met Ethos. Dit is weer een extra video deze week. Dat doe ik elke maand, omdat ik elke maand één video maak voor Ethos. En vandaag ga ik het hebben over foundation. Ethos heeft ook allemaal foundation tips. Ik heb allemaal foundation tips. Er zijn gewoon heel veel tips omtrent foundation. Want er zijn ook altijd heel veel vragen omtrent foundation. Wat is de beste kleur? Wat is de beste dekking? Wat past bij welke huid? Dit en dat. Ik heb al een foundation video gemaakt. En die gaat echt puur over welke foundation bij welke huid past. En daar heb ik het over foundation, primers en setting sprays. Want die drie dingen zijn eigenlijk het belangrijkste voor je basis. Als je die video nog even wilt zien, klik dan even hierboven. Maar vandaag ga ik het dus niet hebben over welke foundation bij wie past. Ik ga gewoon echt puur foundation tips geven. Dus ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Oh, en vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, zoals je ook kunt zien heb ik een hele groene ooglook vandaag. Deze look komt op mijn Instagram. Als het goed is, als deze video online komt, staat de look er al op. Dus daar kun je hem zien. En ik heb ook de tutorial ervan ook op mijn Instagram gezet. Wat ik heb gebruikt is dit nieuwe Morphe paletje. De 35M paletje. En deze is echt super mooi met allemaal heel veel kleuren. Je kunt hier echt super veel looks mee maken. En ik heb dus vooral de groene kleuren gebruikt. En op mijn lippen heb ik de Essence Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. En dit is in de kleur... Even kijken, ik weet niet eens welke kleur. Oh, 01 Dusty Romance. Dit is de eerste keer dat ik hem heb gebruikt. Ik vind de kleur heel mooi, maar... Hij droogt wel een beetje mijn lippen uit. Nou, zoals ik al zei in de intro, ik heb al een hele uitgebreide video gemaakt over welke foundation bij welke huid past. Die is echt super uitgebreid en ik laat ook allemaal voorbeelden zien. Maar ik wil het er toch nog even snel ingooien in deze video, maar dan gewoon een heel stuk korter. Voor de droge huid bijvoorbeeld is het heel goed om een hydraterende foundation te hebben. En het beste is om een foundation te hebben met oliebasis, want die brengt een beetje vettigheid terug in je gezicht. En foundations die op oliebasis zijn, smeren ook altijd lekker uit. Onthoud wel altijd dat je vooral die foundations altijd eerst goed schudt, want de olie gaat altijd zo helemaal naar beneden in het flesje en je moet hem goed schudden en dan verspreidt hij zich weer. De foundation die ik niet aanraad voor een droge huid zijn matte foundation en de meeste stick foundations. Niet allemaal, maar de meeste stick foundations zijn heel droog en heel mat. Je hebt ook een aantal vettige, die kun je dan eventueel wel, gebruiken, maar echt begin niet aan matte foundations. Dan de vette huid. Dan is het goed om een poeder foundation te gebruiken of een foundation op waterbasis. En natuurlijk dan voor de vette huid is een matte foundation wel prima. Want die maakt het lekker allemaal mat en die zorgt ervoor dat je gezicht er niet helemaal vettig uitziet. Like binnen 10 minuten. En voor de vettige huid raad ik het wel meer aan om een stick foundation te gebruiken. Wel moet ik zeggen, stick foundations... Ik vind ze altijd een beetje lastiger werken dan normale foundations. Ze blenden meestal ook iets moeilijker uit en zo. Maar je kunt er misschien wel eentje vinden die matcht met jouw huid. En dan foundations voor de onzuivere huid. Dus mensen die heel veel puistjes hebben, meiden die acne hebben, dat soort dingen. Of gewoon meiden die een zuivere huid hebben, maar wel een puist hebben of wat dan ook. Dat heb ik vaak. Ik krijg altijd een random puist midden op mijn voorhoofd, op mijn neus, op mijn kin. Het in ieder geval altijd midden op mijn gezicht. En die wil ik altijd bedekken. Het handigste is dan, voordat je foundation aanbrengt, om die plekken te bedekken met concealer. Breng gewoon een beetje concealer aan op het puistje wat je wilt bedekken. Wat het ook is wat je wilt bedekken, breng eerst concealer aan op die plek en breng dan de foundation daar overheen aan. En wat je ook nog kunt doen is de concealer na de foundation weer aanbrengen op die plek. Mocht jij iets hebben van nee, ik vind het niet genoeg bedekt en ik wil het iets meer bedekken. Als je een hele moeilijke en onzuivere huid hebt, is het het fijnst om een foundation te gebruiken waarbij je huid er nog gewoon doorheen kan ademen. Gebruik geen hele dikke, matte foundation, want die gaat heel je poriën verstoppen en dat maakt de acne bijvoorbeeld alleen maar erger. En het beste daarvoor is om foundations te gebruiken op waterbasis. En als je echt heel veel acne hebt of echt heel veel probleemgebieden, gebruik dan echt een dun laagje foundation. Want ja, anders maak je het waarschijnlijk alleen maar erger. En haalt er ook heel goed vanaf. Aan het einde van de dag, zorg ervoor dat je je make-up er super goed afhaalt. Gebruik een product wat het heel goed eraf haalt. Gebruik toner. Maak het een aantal keer schoon. Zorg er gewoon voor dat het er echt helemaal af is. Want als er nog foundation ligt op je huid en je gaat daarmee slapen, geloof me, je wordt wakker met nog meer puisten en nog meer troep op je gezicht. En voor meiden met een gevoelige huid, voor jullie, jullie kunnen het beste een poeder foundation gebruiken. Die is ja, vaak gewoon het makkelijkst. Poeder foundations, daar zitten ook wat minder schadelijke producten in, meestal. Dus
dan heb je de kleinste kans om iets te krijgen op je gezicht. En heb jij nou een iets oudere huid, heb jij rimpels en dat soort dingen die je graag wilt bedekken, dan is waarschijnlijk een mousse foundation ideaal voor jou, omdat die trekken niet helemaal zo in de lijntjes en in de rimpels. Die gaan er zo meestal mooi overheen, waardoor het, ja, gewoon egaler wordt. Oké, dan welke kleur foundation? De meeste van jullie hebben vast al wel gehoord, bekijk je ondertoon. Welke kleur ondertoon heb je? Heb je een gele ondertoon, een roze ondertoon, naturel ondertoon, olijf ondertoon? Je hebt zoveel kleuren ondertoon. Ik heb een gele neutrale ondertoon. Die optie heb je ook nog. Niet iedereen heeft gewoon of geel, of neutraal, of roze. Sommigen hebben een beetje mix. Ik heb een beetje mix. Ik ben niet heel geel en niet heel neutraal. Ik ben een beetje een mix van. Hoe kom jij er nou achter wat de beste kleur foundation is voor jou? Nou, de drie hoofdondertonen zijn gele ondertoon, roze ondertoon en een neutrale ondertoon. En geel is dus warm en roze is meer cool. Nou, een heel handig trucje is om je aderen te bekijken hier op je hand of op je arm bij je pols. Als je aderen een beetje een groenige kleur hebben, dan heb jij waarschijnlijk een warme ondertoon. Zijn ze blauw of een beetje paarsig, dan heb jij waarschijnlijk een koele ondertoon. En als je niet echt een verschil ziet, dat heb ik. Ik zie niet echt een verschil. Bij mij is het niet echt, ja, het een beetje blauwgroenig of zo. Dan heb je een neutrale ondertoon of een beetje een mix. Ik ben er dus achter gekomen dat ik ook een beetje geel heb. Dus ik heb een gele neutrale ondertoon. Maar als je echt gewoon geen verschil ziet, dan heb je waarschijnlijk een neutrale ondertoon. Maar dan kun je alsnog nog een mix hebben. Je kunt ook een roze slash neutrale ondertoon hebben. Ja, het is allemaal echt heel ingewikkeld. Maar dat is een heel handig trucje om over het algemeen bij de juiste ondertoon te komen. En nog een heel handig trucje is, pak een sieraad, pak een gouden en een zilveren. Bekijk welke het beste bij jou staat. Een gouden sieraad past meestal het beste bij een huid met een warme ondertoon. En een zilveren past meestal bij een huid met een koele ondertoon. Je kunt ze natuurlijk gewoon allebei dragen. Maar zo kun je ook een beetje kijken wat het beste past bij jou. Bij mij staat ook meestal goud het beste. Want ja, ik heb gewoon echt een warme ondertoon. Als je huidtype dus warm is, moet je voor een gele ondertoon gaan. Is het koel, dan kun je voor een roze ondertoon gaan. Zie je geen verschil, dan heb je een neutrale ondertoon waarschijnlijk. En voor iedereen met een donkere huidskleur, ik heb een heel goed foundationmerk voor jullie en dat is Black Opal. Black Opal heeft echt heel veel foundationkleuren voor de donkere huid. Ook raad ik aan, het is natuurlijk niet een must, maar het is wel een beetje extra. De meeste van ons worden toch wel een stuk bruiner in de zomer, zoals ik. Ik word echt een heel stuk bruiner. Dus het is handig om altijd twee kleuren foundation te hebben. Een winter foundation en een zomer foundation. Dus voor de winter een lichtere, want dan ben je wat lichter. En voor de zomer een wat donkerdere. En het hangt een beetje van jouw huidtype af hoeveel donkerder je wordt. Sommige mensen worden echt maar een heel klein beetje donkerder. Andere mensen worden ineens super bruin. Dus bekijk gewoon even hoe bruin jij wordt. En dan kun je gewoon de foundation bijvoorbeeld die je altijd al gebruikt, gewoon pakken in één tint donkerder of twee of drie tinten donkerder. Hangt er vanaf hoe donker jij wordt. Maar meestal is één of twee tinten donkerder wel genoeg. En dan hoe je foundation kunt aanbrengen. Ik heb hier twee manieren. Er is ook een derde manier en dat is met je vingers. Maar ik raad dat niet zo aan, want tegenwoordig hebben we genoeg andere opties om het veel beter aan te brengen. Met je vingers vind ik meestal niet zo mooi. Nou, mijn favoriete manier om foundation aan te brengen is met een spons. En dit is een voorbeeld daarvan. Dit is de Real Technique spons. Deze is ook gewoon te koop bij de Ethos. Als je hem nat maakt en dan echt onder de kraan houdt, dus echt super nat maakt en dan zo uitwringt, dan kun je zo makkelijk je foundation aanbrengen. Ik vind dit de makkelijkste en de fijnste manier, omdat het gewoon snel gaat. Het drukt je foundation mooi in je huid, waardoor het gewoon één wordt. Ik vind sponsjes heel erg fijn. En een andere manier is een foundation kwast. Ik raad dus zo een soort kwast aan die zo van onderen plat is en gewoon rond is, want daarmee kun je zo makkelijk je foundation aanbrengen. Ik vind een spons fijner, maar ik vind zo'n kwast ook fijn. Dus mocht je gaan voor een kwast, dan raad ik dus zo eentje aan. Die brengt gewoon het fijnste aan. En dan wordt het ook allemaal heel mooi egaal. Nou, iets om ook rekening mee te houden. Wat ik persoonlijk nooit doe. Because ja, ik weet niet. Het boeit mij gewoon niet echt. Maar het zou me wel moeten boeien eigenlijk. Maar dat is dus SPF. Dat is dus wat in zonnebrandcreme zit. Wij doen dat allemaal in de zomer. Doen we allemaal zonnebrandcreme op. Maar SPF zit ook in foundations. Tenminste in de meeste foundations. Niet in allemaal. Het is wel aan te raden om foundations te gebruiken met SPF. Omdat dat je huid dan beschermt tegen de zon. Echter smeert de gemiddelde persoon niet genoeg foundation op om echt te worden beschermd tegen de zon. Als je door je foundation alleen echt wilt worden beschermd, moet je echt een hele dikke laag aanbrengen. En dat doet niemand van ons.
Dus ja, als je toch wilt worden beschermd, is het misschien handig om nog onder je foundation gewoon een normale SPF aan te brengen. Dus gewoon een normale zonnebrandcrème. En die breng je gewoon aan onder je foundation en daarop gewoon de foundation. En dan wordt je huid toch wel wat meer beschermd tegen de zon. Dit is een hele handige tip voor mensen die heel snel rood worden. Want ja, je wilt ook niet dat je huid sneller ouder wordt. En dat gebeurt wel door de zon. Zoals ik al zei, ik let hier echt totaal niet op eigenlijk. Dan heb ik ook nog een tip voor foundation uit je kleding weghalen. Foundation valt heel vaak in je kleding. En ik weet niet of jullie het al een keer hebben gehad. Maar om foundation uit je kleding te halen is echt een gezeik. Met geluk is hij gewoon na de was eruit. Maar af en toe zelfs niet als je echt heel veel knoeit. Dus daar heb ik ook een handige tip voor. Als je een poeder foundation hebt geknoeid op je kleding, moet je het niet aanraken. Vooral niet wegvegen, want dan gaat het gewoon meer in je kleding. Blaas het er gewoon af. Probeer het er gewoon af te blazen. En meestal gaat het er dan gewoon helemaal van af. Als het nadat je het hebt geblazen er niet helemaal af is, breng dan een scheutje van witte azijn gemengd met water aan op de vlek. Wrijf dit er helemaal in en was dan je kledingstuk met water. En als het goed is, is het dan gewoon helemaal eruit. Als je nou vloeibare foundation hebt gebruikt, want dat is ook de soort foundation die de meeste mensen gebruiken, pak dan een beetje scheerschuim en een lepel. Breng het scheerschuim aan op die plek. En ga dan met de bolle kant van de lepel eroverheen. En druk het er helemaal in. En spoel dan je kleding weer af met water. En als het goed is, gaat het er dan helemaal vanaf. Gaat het er nou niet vanaf en is het echt een hele hardnekkige vlek, mix dan de scheerschuim met een druppeltje alcohol en doe het dan overnieuw. En als het echt een hardnekkige vlek is, doe dan meteen nadat je hebt ingewreven met scheerschuim gemengd met alcohol het kledingstuk in de was. En als het dan nooit niet eraf gaat, ja, mensen, dan weet ik het niet. En voor vloeibare foundations op oliebasis, die kun je er meestal ook afhalen met een beetje afwasmiddel en dan het kledingstuk in de was doen. Dat is ook iets minder werk. Nou, dat waren dan al mijn tips. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. De Ethos heeft heel veel foundations. Daar heb je ook kwasten om je foundation aan te brengen. Je hebt ook gewoon kwasten voor andere make-up producten. En je hebt echt daar echt van alles. Dus je kunt in principe daar gewoon alles kopen. En de Ethos is alvast heel betaalbaar. Ik hoop dat in combinatie met de andere foundation video jullie nou alle informatie hebben qua foundation die je wilt hebben. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gewoon hieronder, onder de video. Dat mag altijd en ik antwoord meestal. Vergeet ook vooral niet te liken en te abonneren, want zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. En af en toe extra video's, net als vandaag. En die komen meestal op vrijdag om 1 uur. Doeg!